Yo mensen, Lucky Gravenel hier met vandaag de eerste aflevering van Vergelijk de Inform, de serie waarin ik de Inform en de Normal Card met elkaar ga vergelijken. We beginnen met Lamela vandaag, de rechtsvoor of de rechtsbuiten van AS Roma. De Argentijn, 5 star skills, 3 star weak foot. Op de PS3 zo tussen de 1000, rond de 1000 munten en de Inform rond de 44.000. De Xbox 36.000 voor de Inform en 1100 voor de PS3, of 1100 voor de normal card. Nogmaals, dit is ongeveer, dus niet precies. Je ziet hier de verschillen in het mentale en fysieke opzicht en dan valt je oog als eerste op de reacties. Die 12 hoger is ten opzichte van de normal card bij de Inform. Ja, dat is zeker gek. 86 reacties. Reageert fijn, reageert snel, reageert goed. Zijn uithoudingsvermogen een heel stuk omhoog. Dat is natuurlijk ook altijd handig. Dan zijn skill-eigenschappen. Zijn balcontrole is maar liefst met 4 omhoog. En zit bij de normal card op 86. En bij de Inform maar liefst op 90. Zijn dribbel ook weer 4 omhoog. Die bij zijn normal card al overweldigend goed is. 90 dribbel. Maar bij zijn Inform maar liefst 94. En voor de rest, je ziet een aardig wat verschillen. Net zoals curve is 7 omhoog en zo. Maar toch, als je kijkt, ik heb dit al vaker gedaan. Inform met normal cards vergeleken. En meestal meeste dingen schelen wel 10 of zo. En bij deze Inform scheelt het allemaal maar 4, 6, 2, 7. Wat helemaal niet veel is. En ja, dat is ook wel een beetje het verhaal van deze Inform. Dit is nog een vroege Inform, redelijk vroeg in het spel gekomen. En zo groot zijn de verbeteringen niet. En dat zie je al helemaal als we uiteindelijk gaan kijken naar de resultaten van de wedstrijden. Je ziet gewoon dat de normal card bijna alles beter heeft dan de Inform card. Zijn prijs is natuurlijk goedkoper. Hij heeft maar liefst 3 doelpunten meer gemaakt. Hij heeft 1 assist minder. Zijn schotprecisie is 7% hoger ongeveer. Zijn afgeronde passes ligt dan wel weer 21% lager. Dat is dan wel weer redelijk opvallend. Maar hij is 2 keer man of the match geworden en zijn gemiddelde punt was 9,4. En de Inform 1 keer man of the match en een gemiddeld punt van 8,6. Alles bij elkaar was die normal card dus eigenlijk gewoon beter als de Inform. En als we dan ook gaan kijken met de doelpunten gaan we heel veel hetzelfde zien. Lamela met zijn snelheid wordt de ruimte in gestuurd. En dan of gewoon zo'n schot, gewoon een knaller. Of zoals we dadelijk gaan zien een heleboel keren, krijg je zo'n finesse shot. Zo'n lekker curveballetje. Deze aanval overigens was wel echt heerlijk. Hier ligt Steiner die goed combineert. En dan is zijn positie kiezen. Doet hij heel erg goed. En dan kan hij hem binnenknikken. Ondanks zijn 62 heading. Is deze bal toch niet meer te missen voor Lamela. En is dit een goede goal. Dan zijn Inform. Ja, eigenlijk bijna hetzelfde verhaal hier. Hij komt er door. En dan weliswaar met zijn zwakke been. Maar gewoon vol uithalen gaat hij er meestal wel in. Dat is het verhaal, ja. Je moet bij hem eigenlijk niet te veel vol uithalen. Je kunt beter een curve schot doen. Die we hier nog niet gaan krijgen. Maar waarschijnlijk dadelijk wel. Want hier komt hij aan de bal. En dan, hier is het al een redelijk curve schot. Maar zo dadelijk krijgen we nog een betere voorbeeld. Hij schuift hem gewoon rustig onder de keeper door. Geen probleem. Hij kan heel goed afmaken. Hij is een goede afmaker op zich wel. En hij is natuurlijk redelijk snel. Maar echt skill goals heb ik met deze man helemaal niet kunnen maken. En met zijn Inform dus maar 2 goals en dan nog dit balletje op de paal. En dat was het eigenlijk wel voor de Inform. Dus heel erg weinig. Dat was mij ook opvallend. Dat zo weinig was. Hier nog een mooie omhaal, maar die gaat er dan niet in. Dan wordt de bal wel overigens teruggebracht. Dan komt hij weer bij Lamela. En hier krijg je dan wat ik bedoel. De perfecte aanname en gewoon het curveschotje rustig in de hoek. Dat is gewoon de beste manier om met hem te scoren, maar ondanks zijn 5-star skills vind ik deze man helemaal niet eens zo heel geweldig skillen. Niet heel geweldig. Hier zie je het ook weer. Rustig finesse shot met een curveje over de keeper heen. En dat is toch wel de makkelijkste manier om te scoren. Want zijn curven zijn gewoon heel erg hoog. Volgens mij 90 of zoiets. En bij de normal card 86. Maar toch is dat natuurlijk geweldig. Maar zoals je ziet, normaal als ik een 5-star skiller gebruik, maak ik wel een paar skill goals, maar dat zat er hier echt niet in. Hier nog gewoon zo'n knalschot, die natuurlijk bij hem ook gewoon werken. Gewoon volop rondje en niet nadenken en gewoon boomen. Maar als we dan naar het eindoordeel gaan, ik heb amper verschil gemerkt tussen de normal en de Inform. De Inform is 43.000 coins duurder en dat is naar mijn mening zeker niet maar waard, naar mijn mening.
Voor een beginnend Ultimate Team speler die een goede speler zoekt, is het zeker wel een chille man, omdat hij 5-star skills heeft en redelijk unrated is, want hij is maar 1000 munten. Dus redelijk onderprijsd, hij had best nog wel wat duurder kunnen zijn, aangezien hij toch redelijk goed is. Maar zou je een skill team willen, koop dan geen Lamela, echt alsjeblieft niet. Hij heeft ondanks zijn 5-star skills, skillt hij helemaal niet zo geweldig. En ja, dat was het wel zo'n beetje. Als jullie dit leuk vonden, vergeet dan niet te liken en dan komt er volgende week weer een nieuwe. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken en later mensen.